Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog van dit weekend. En sorry voor mijn stem, ik weet niet, sinds de vakantie klink ik zo verkouden, hoesten. Het was de laatste dag volgens mij van de vakantie dat begon. En hier in Nederland zegt iedereen dat het heerst, maar ik zeg ja, ik was in Mallorca, dus of op Mallorca beter gezegd. Mijn kleur begint al te verdwijnen. Het vakantiegevoel begint te verdwijnen. Ik heb weer een week hard gewerkt. Inclusief avond en zo. En dan heb ik nog niet eens aan de site gezeten. Kun je nagaan. Maar het is vrijdag, dus ik ben vrij. En omdat het weer niet al te best is, had ik bedacht, ik ga een keer met Niels naar het Nijntje Museum. Gezellig, met z'n tweeën. Dus ik ga me zo aankleden, want het gaat om... wij hebben de shift, je kan al moet altijd shifts kiezen. En wij hebben dan die van dat je binnen kan komen tussen 10 en 11:15. Het is bijna 10 uur, dus dan gaan we gewoon rustig die kant op. Als je echt stipt om 10 uur, dan staat er meestal een hele rij. Heb ik geen zin in. Dus we gaan een beetje achter de groep aan. Ik zal even laten zien wat ik aandoe. Ik heb al een hemdje aan, dat je niet denkt dat ik bloot sta. Ik doe deze nieuwe trui aan. Deze is van Bershka. En er staat op Friday, I'm so happy to see you. En dan deze grijze broek en die is van Stradivarius. En die heeft van die leuke zo'n rommelig onderkantje. En dan dit horloge en armbandje. En het is wel grappig, deze trui, die zag ik op het vliegveld bij een meisje en die vond ik zo leuk. Het was niet eens vrijdag toen we vlogen, maar ik vond het toch leuk dat ze die trui aan had. En ja, ik weet het niet helemaal met de kleur of dat mijn kleur is. Kijk, nu ben ik natuurlijk bruin, dus het is net even iets anders. Dus nu denk ik, nou, dat kan prima. Maar ik weet niet hoe het is als ik straks winterbleek ben. Maar ik vond hem gewoon leuk. En ik dacht, ik heb niks in die kleur. En ik word wel blij van de tekst. Dus ik dacht, die... Nou ja, en ik wist natuurlijk niet waarvan die was. Dat is wel goed. Leuk dat ik dat meisje mee zag. En ik heb het niet gevraagd. Soms doe ik dat wel. Maar nu heb ik dat niet gedaan. Ik was ook een beetje gaaf van zoveel vertraging. En dit was trouwens op de heenweg. Maar toen... we hebben een soort van digitaal geshopt. Ik heb net wat gegeten, als je denkt, zo gaar met haar mond. We hebben daar een soort van digitaal geshopt. Want we waren op een gegeven moment, zijn we dus, voor wie de vlogs niet heeft gezien, een dagje naar Palma. En toen hebben we wel geshopt. Alleen we dachten, ja, om dat nou allemaal mee te gaan zitten slepen met Niels en zo, is gewoon niet zo handig. Dus toen hadden we bedacht dat we gewoon foto's zouden maken van de kaartjes en dan het online bestellen. Dus we hebben gewoon op vakantie vanuit ons bed... hebben we bestelling gedaan, want we hadden natuurlijk wel daar gewoon gepast en zo. Alleen deze trui, die hadden ze daar niet. Maar toen ik dus online, vooral wat voor Sven aan het bestellen was bij Bershka, toen zag ik die trui, dacht ik, hé, hij is gewoon van Bershka. Nou, top. Dus toen heb ik hem besteld in een emmetje, want hij valt, het is wel een beetje een cropped model. En ja, ik heb best wel grote borsten, dus als ik hem dan in een S doe, dat gaat niet goed. Dan is hij echt te cropped. Dus dat is misschien een tip ook voor anderen. Misschien een maatje groter nemen als je niet wil dat hij te kort is. Maar goed, ik ga je dit weekend meenemen. Nog een laatste mededeling. Ik zie wel eens comments op de vlogs van dat jullie mij vooral zien praten en me niet zoveel zien doen. En nou, dat zou bij de vakantievlogs natuurlijk een ander verhaal zijn. Alhoewel we daar natuurlijk ook vooral op het park zijn geweest en niet zoveel spectaculairs hebben gedaan. Maar ja, dat is ook een beetje mijn leven. Ik vind het lastig om jullie mee te nemen naar vriendinnetjes. Ik vind het altijd een beetje vervelend. Dan komt de vraag van, joh, vind je het ergens in je film? Zeker met kinderen ben ik daar heel terughoudend in. En soms vergeet ik het ook gewoon, eerlijk is eerlijk. En ik doe het natuurlijk echt als een hobby. En ik vind het gewoon heel leuk om jullie mee te nemen. En ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die het wel heel leuk vinden. Maar ik snap absoluut jullie commentaren. En dat brengt me ook wel eens aan twijfelen of ik dat... want ja, het ene weekend zal ik gewoon wat meer kunnen laten zien van wat we aan het doen zijn dan het andere weekend. Dus wat ik wil zeggen is, af en toe twijfel ik ook wel of ik er dan wel mee door moet gaan. Maar ja, dan krijg ik weer zulke lieve reacties van andere mensen en denk ik, of dan, weet je, word ik herkend op straat en spreekt iemand me aan en dat ze het zo leuk vinden. En dan denk ik ook weer, dus ik hink heel erg op twee gedachten. Ik doe het natuurlijk omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om te doen. Maar ik vind het wel, merk wel dat ik het last vind. Ik vind het helemaal niet erg om als mensen opbouwende kritiek geven. Dat vind ik alleen maar goed. Maar ik vind ook dat jullie daar een punt hebben. Alleen ik weet gewoon niet zo goed hoe ik dat... het ene weekend voor het andere weekend zal het verschillen. Maar ik kan het gewoon niet altijd
verbeteren. Dus de vraag is of ik het dan moet blijven doen. Dus dat is een beetje mijn twijfel. En dat weet ik gewoon nog niet. Dus het kan ook zomaar zijn dat ik ineens zeg, jongens, dit is mijn laatste vlog. Maar ja, aan de andere kant doe ik het natuurlijk al hartstikke lang en vind ik het superleuk. Dus ja, weet dat dit mijn struggle is. Maar ik begrijp jullie commentaren echt en dank ook daarvoor. En ik doe ook echt mijn best. Maar ja, het is nou ook niet dat ik een enorm spectaculair leven heb. Ik bedoel, ik ben natuurlijk niet iemand die fulltime YouTuber is. Die de hele week allerlei leuke events heeft en met andere YouTubers afspreekt. En dat is, ik ben gewoon een mama. Ik werk 4 dagen in de week. En sporten. En ja, het is ook niet zo dat ik daar verder een heel glamorous leven leid. En dat vind ik juist leuk om te laten zien. En gewoon ook lekker om met jullie te kletsen. En ook, zeg maar, ervaringen te delen over het mama zijn. En dat soort dingen. En ja, dus misschien dat ik weer stop met vloggen. En dat ik weer gewone video's, vooral gewone video's ga doen. Of ik weet het niet. Ik vind het lastig. Dus ja, weet dat ik de struggle... Weet het. En nu neem ik jullie mee naar het Naaitje Museum. En er zit uiteindelijk de outfit. Dit is de trui. En de broek. En ik heb er gewoon simpele Nike's onder gedaan. Want ik dacht, ik moet toch alleen maar over dingen heen kruipen en klimmen en doen. Hey, nieuw eens. Ja, je stapt er wel in, hè? Niels is een beetje vroeg wakker geworden. Die ligt nu naast me. Want hij wilde niet meer slapen. Maar hij wilde nog wel liggen. Hallo! Hallo! En hij moet eigenlijk altijd zijn spelen en zijn paddy, zijn knuffeltje, mogen niet... Maar nu hebben we afgesproken dat hij nog 5 minuten... met zijn knuffeltje en zijn spee mag, omdat hij een beetje te vroeg wakker was. En dan moet hij het in bed leggen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar hij heeft dus te kort geslapen, wat wel jammer is. Want ik had met mezelf afgesproken, ik moest boodschappen bestellen. Dat heb ik gedaan. En toen had ik met mezelf afgesproken, ga ik nu even de Linda lezen. En dan ga ik daarna aan de site. Maar... ja, ik ben dus niet aan de site toegekomen. Het is echt een... Hey, Mittens. Dat is weg. Mijn mama komt straks, dus dan kan ik nog even aan de site. Dubbelt een dingetje. De camera. Laat je de mama kan niet slecht. Anders raak je de weg nog kwijt. En dan krijg je laatste spijt. Oh, dat is de DVD spelen. Het is feest. Dag, Evert. Een trapje naar het raam kozijn. En je raakt het niet. En je raakt het niet. Zo doet een vogel en zo doet een vis. Zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is. En dat is één. Dat is 2. Dat is dikke, dikke, dikke tante Kee. En dat is recht. En dat is krom. En zo draaien we het wieltje nog eens om. Rom. Ja. Niet praten. Wisje, wisje. Niels ligt inmiddels in bed. Het is een beetje donker. Ik zit aan de site te werken. Of eigenlijk ben ik daar nu klaar mee. Voor vandaag. Sven die is er nog niet. Die heeft iets met een borrel en zo. Ik heb me volgens mij nog helemaal niet verteld dat ik echt iets super stoms heb gedaan. Mama kwam aan het eind van de middag eventjes gezellig langs. En toen gingen we met Niels naar een speeltuin.
En ik was eigenlijk nog aan het twijfelen of ik mee wilde, want ik heb hoofdpijn en buikpijn. Ik had gewoon geen kracht. En ik ben nog steeds verkouden. Maar goed, toen dacht ik ook weer, ja, weet je, ik wil ook gewoon Niels even lekker zien. Het is toch best altijd gek als je op vakantie bent geweest en je daarna ineens zeg maar weer waar je kind 24/7 ziet en dan ineens weer gewoon aan het werk bent. Dus ik dacht, ga toch even mee. En om een of andere reden deed ik iets doms. Ik weet niet waarom. Maar goed, anyhow, je hebt zeg maar van die, ja, hoe leg je dit uit? Nou, dan zeg maar van die autobanden. En dan heb je daar een soort, nou ja, daar kan je dan op gaan staan. Maar dan moet je je wel vasthouden aan een soort rekje. En dan gaan die banden draaien. En in mijn hoofd was het een heel grappig idee om erop te gaan staan. De speeltuin was zeg maar praktisch leeg. En ik dacht, laat ik dat eens doen. Nou, je voelt hem aankomen en ik ben dus echt totaal niet onhandig. Het is echt, en ik ben ook altijd een scheiterd en heel voorzichtig. Maar ik ga erop staan en ik val er echt hard van af. Echt keihard op mijn stuitje. Dat doet zeer. Maar ja, ik dacht, dit is echt zo niet cool dat ik in een kinderspeeltuin gewoon echt... En er was echt geen kip. Er was alleen, zeg maar... ik geloof dat er echt letterlijk twee vaders met kinderen waren. En dan mama en ik, met Niels. Maar ik dacht, oké, keep it cool. Dus ik ben gewoon opgestaan. En ik dacht echt, dit doet echt best wel pijn. En ik voelde het ook echt zo helemaal naar mijn nek en mijn hoofd trekken. Niet zo heel handig. Dus ik zei tegen Sven, ja, dit moet echt heel snel over. Ik kan hier echt niet meer aankomen. Dat ik ben gevallen van een kinderspeeltoestel. Dat is echt, dat is me eer te na. Maar ja, ik heb het verteld wel even aan jullie bij deze. Dat was niet zo handig. Goedemiddag, het is zaterdag. Mama en ik zitten te lunchen bij de zakkendrager. Ik heb Glamour mee, dus wij kunnen beginnen. Mama heeft heel leuk blouse aan. Van Pull & Bear was het, toch? Ja. Met sterretjes. En ik heb een shirtje aan van Stradivarius en ook een boek van Stradivarius. En het regent, maar we zijn semi-droog over. Wij lopen inmiddels bij de Hennes. Ik heb het inmiddels bij de Hunkerbeller in Haag gekocht. Passen in de Hennis, maar ik heb niet echt heel veel licht hier. Maar dit is een trui, ik vind hem heel leuk, alleen er zit wol in, komt nu net achter en daar kan ik echt niet tegen. En deze is een beetje lichtroze, deze vind ik echt heel mooi. Ik heb hem ook nog in deze kleur, dus ik ben heel benieuwd, het is een beetje lila grijs. Deze vind ik wel lekker. Dit is de andere kleur. Maar het is ook lastig, omdat ik nu ben ik bruin. Ik vind het lastig om te beoordelen welke ik dan mooier vind staan. Allebei leuk. Maar ja, twee zelfde trui is misschien het ook nog even. En dan heb ik nog dit jurkje. Misschien ziet het op beeld wel leuk uit, maar dat elastiek is echt heel raar los. En dan heb je een gekke plek. Dus ik neem deze trui en een van de leggen. We hebben nu heavy leggings, die zijn net wat dikker, dus wel lekker. Ik ben net weer thuis, ik heb even mijn haar omhoog gedaan. En ik dacht, ik laat eventjes zien wat ik nog meer heb gekocht. Niet zoveel zeg maar voor mij, wat jullie nog niet gezien hebben, maar een aantal dingetjes voor Niels, die ga ik even laten zien. Een aantal broekjes, hij is natuurlijk nu in de tijd dat hij richting 92 gaat, dus deze. Ik zorg altijd, ja lieverd, ik kom eraan. Ik zorg altijd voor stretch, want anders passen zijn voeten. Hij heeft grote voeten, past die er niet doorheen. En daarbij laat ik hem ook lekkerder zitten. Deze is van de Hema. Dan deze van de Hennes met bretels, ook stretch. En dan deze heeft geen stretch, maar die heeft wel... Kom maar aan. Die heeft wel iets wijdere broekspijpjes. Dus deze. Dan dit truitje, blauw met witte strepen. Ook van de Hennes. En deze ook van de Hennes. Deze groene trui met een beertje. En dan heb ik twee jassen. Twee dezelfde, alleen andere kleur. We gaan even kijken welke hem leuker staat. Deze parka is een cognackleurige parka.
met een teddy erin, wel een beetje bont, maar dat negeren we. Nou, net bont uiteraard. Maar ook in het een beetje mosgroen. Even kijken welke leuke staat. Wij gaan zo uit eten. Het is nu 6:30. Ik weet niet waar ze inmiddels blijven met Niels. Ze zijn al best wel lang buiten, dus blijkbaar voelt Niels zich alweer oké. Alleen, op een gegeven moment moet Niels al een keertje gaan eten. Wij gaan om 8:00 pas eten, zodat we hem gewoon rustig in bed kunnen leggen. Ik moet nog even denken wat ik aan doe. Ik denk aan een jurkje. Ik wil in ieder geval mijn bruine laarzen aan, dat had ik bedacht. Dus dan een jurkje en dan weet ik nog niet welk jurkje. Ga ik nog even over nadenken. Even mijn haar doen en zo, maar dat komt zo wel. Wij lopen richting het restaurant. Je ziet me niet, het is een beetje donker. Maar we gaan lekker uit eten. Tot nu toe is het allemaal heerlijk. Ik heb nu een hoofdgerecht vegetarisch. En Sven die heeft iets met octopus. Lekker hè? En we krijgen zo nog een andere wijn. Deze was trouwens heel lekker. Goedemorgen, het is zondag en ik ben nog steeds echt zo verkouden en mijn keel en ik ben een beetje klaar mee. Haar is ook goed. Het was gisteren echt heel lekker. Het was, het heet Fico, dat had ik volgens mij al gezegd. Is dat nou een mug? Het was echt heel lekker. Het was wel echt laat uiteindelijk. We hebben echt genoten. Niels die sliep gelukkig een soort van uit, dus die was hem iets voor 7:30 wakker. Ik voelde wijntjes wel een beetje. We hadden zeg maar bij elke gang, 5 gangen, elke gang een wijntje. En dan zijn niet heel volle glazen of zo, maar we hadden allebei wel zoiets van, oh ja, dat voelde wel anders, dat we er gewoon heel veel water bij hebben gedronken. Nou, zoals je ziet ben ik inmiddels gedoucht. Ik heb mijn haar gewassen. Gewassen. En Sven en Niels staan nu onder de douche, want Sven ging douchen en Niels zag dat, dus die begon zich spontaan uit te kleden. Wij hebben net lekker geluncht met vrienden van ons en nu liggen we op de bank een boekje te lezen en Niels ligt te slapen. Zijn er nog old fashioned boeken? Wij zijn weer een rotsoort en Niels heeft allemaal vervoersmiddelen om ons heen verzameld. Deze dingen zijn echt levensgevaarlijk trouwens. Maar nu komt hij daar aan, dus hij is klaar. En Sven, ik deed een taartje. Yeah, en koffie. En zitten doet nog steeds pijn. En ik mag nu een nieuw cadeautje openmaken uit mijn cadeautjes van Sven doos. Want elke maand een date en het is nu tijd voor oktober. Ja, die ga ik openmaken. In de envelop zat dit voor een speciale jarige en dit maskertje en een kaarsje. Want er staat deze maand verandert ons huis in een avond in een ware thuisspa. Maar goed dat je naam dus steeds onder hebt voor het geval dat ik het niet meer weet. Nee hoor. Heerlijk cadeautje. Zin in. Dus die gaan we even plannen. Maar dus dat is mijn cadeautje voor oktober. Ik heb trouwens net dit bij de Lidl gehaald. Biologische dried apple slices. Het is gewoon alleen maar met appel erin. Het is alleen maar gedroogde appel. Dus er zit verder niks in, dan iets erbij. Dus ik ben benieuwd. Ik dacht, dat is wel misschien een leuk tussendoortje voor mezelf en voor Niels. Goedenavond, wij liggen inmiddels op bed. Sven is een film aan het kijken en ik ga zo wat op tv kijken. Ik heb net nog even aan de site gezeten. En de winnares is bekend van de winactie van de wereldkaarten. Dat is mijn telefoon. Voordat ik het naam verkeerd zeg.
Het was echt heel lastig kiezen. Jullie hebben echt allemaal super leuke reacties achtergelaten. Heel erg bedankt daarvoor. En goed, er komen ongetwijfeld nog meer winacties aan. Panda Shorts heet ze. Dat is een hele leuke reactie. En het is altijd lastig. Ik heb dit keer mijn moeder en Sven laten kiezen. Dus ik heb eigenlijk iets geobjectiveerd. Nou, weet je, het is altijd lastig, want het zijn altijd superleuke reacties. En ik gun het iedereen. Dus, maar goed, ik heb een winnares gekozen. Ik hoop dat jullie de vlog ook weer leuk vonden van deze week. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgend weekend weer bij een nieuwe vlog. Vergeet je niet te abonneren als je deze video leuk vond. Of een duimpje omhoog te doen. Abonneren, duimpje, je snapt hem. En ik ga binnenkort een nieuwe camera kopen. Want deze begint echt te begeven. Dat zag je al in mijn vakantievlogs. Excuses daarvoor. En ik zag pas bij het bewerken hoe erg het was. Maar ik heb nu gewoon nog geen tijd gehad. En ik wil wel even kijken welke het gaat worden. Dus komt eraan. Doeg!